Hey, wat leuk dat je kijkt. Lars Surens hier met een nieuwe business vlog. Is even geleden. Ik doe dingen met bedrijfsevenementen en vandaag ga ik mezelf bijscholen. Ik ga training volgen Event Model Canvas. En in deze vlog ga ik je uitleggen en laten zien wat dat nou precies is. Blijf je kijken. Roel Frissen, het event Canvas. Prachtig ontwikkeld ook. En allemaal professionals die hun tanden erin zetten. Maar wat lost dat nou eigenlijk op? Ja, het geeft eigenlijk duidelijkheid volgens mij. Duidelijkheid is het belangrijkste stuk. Duidelijkheid over waar moet dit event over gaan. Heel vaak is de bedoeling van dit soort dingen heel erg lastig. Lastig te omschrijven. En de conversatie met mensen in je organisatie is ook heel erg moeilijk te voeren. Dus duidelijkheid middels een template wat op één A4'tje uitgeprint kan worden. En eigenlijk gaat over gedragsverandering. Want wat is gedrag vooraf van een stakeholder en wat is gedrag nadien van een stakeholder? Maken we het nou juist te ingewikkeld vaak, event design? Of denken we er juist niet goed genoeg over na? Welke van de twee sporen zie je nou het meeste in de praktijk? Ik denk dat mensen er überhaupt nog niet over nadenken. Dat het een soort van iets is wat nieuw is. Wat mensen, we zien het ook in onze eigen praktijk, dat het momentum is er. Mensen willen er iets mee. En eigenlijk weten ze nog niet hoe. Dus ze willen weten niet hoe ze dat moeten doen. Dat is het gevoel dat mij bekruipt. Ja. Hey, wat gaan we straks doen? We gaan vanmiddag toepassen. Dus er is maar één manier om event design echt te leren kennen. En dat is toepassen. En zelf met je beetje mouw opstropen, poot in de modder, zoals Nederlanders dat zeggen. En aan de slag. Want uiteindelijk willen wij ook gedragsverandering in deze training bewerkstelligen met de mensen die in de ruimte zijn. En die gedragsverandering moet zijn. Ik voel me comfortabel om dit uiteindelijk mee terug naar mijn kantoor te nemen en dit te gaan toepassen. Ja, gaaf. En er zit een hele belangrijke tip over wat je moet doen met je post-it. Ga ik je straks laten zien. We zijn nu in groepen bezig om stakeholders uit te werken. Als we in beeld hebben welke stakeholders betrokken zijn bij zo'n evenement, dan kunnen we veel beter tot die doelstelling komen. Dat zie je straks. Oh ja, en ik heb die post-it tip beloofd. Ik ga het je zo laten zien. Ja, want wat valt je op aan deze post-it? Precies, hij buigt omhoog. En een van de mooiste praktische tips die we vandaag gekregen hebben van trainer Roel Frissen, naast natuurlijk heel veel mooie inhoudelijke tips, dat was om je post-it op een andere manier af te scheuren. Namelijk niet zo van onder naar boven, maar van de ene naar de andere kant. En plakken. Tada! Floortje, je hebt net je certificaat gekregen. En wat heb je vandaag geleerd? Wat is nou een van de dingen die jou het meest bijblijft? Nog meer in de huid van de doelgroep en van de stakeholders kruipen en daar op die behoefte je evenement afstemmen. Hoe zie jij de kans om dit allemaal toe te passen binnen de organisatie? Bij de provincies? Ja, precies. De kans dat dit met open armen wordt ontvangen? Want het kost meer tijd. Het kost meer tijd, maar ik denk dat je er wel een hele grote slagen mee kan halen. En als je die analyse doet, dat je die ook voor verschillende evenementen kan inpassen. Dus ik denk dat de investering waard is. Gaaf. Binnenkort in Noord-Brabant. Ik heb hem binnen. Hoe denk je dat jouw opdrachtgevers zullen reageren als jij eigenlijk met een hele andere aanpak, zeg maar, op tafel komt of aan de muur? Ik denk dat ze verrast zullen zijn. Ja. Dat de meeste van de tijd is het, hetzelfde als de vorige keer. Of ze komen eigenlijk met een kant-en-kant plan en dat moet wel eens. Ja, dat is dus een hele dag training over het event design. En dat sluit natuurlijk af met allemaal blije mensen met een certificaat. En de groepsfoto kan natuurlijk niet ontbreken. Hey!